inspiratie haal ik vanuit games, comics en series en dat soort dingen. De mensen die met mij praten, die hebben een heel erg similar levensverhaal als ik. Dus die maken dingen mee doordat ze, net zoals ik, autistisch zijn. En dat probeer ik ook wel in mijn tekening te verwerken. Dingen die ik mooi vind en dingen die ik meemaak, dat vind ik heel belangrijk. Het is niet alleen maar laten zien wat ik kan. Ik wil ook gewoon laten zien hoe ik het doe. Mensen zullen heel vaak zeggen, waarom heb jij juist zoveel volgers en waarom niet een andere artiest? Ja, het verhaal delen van hoe ik ben geworden wie ik ben. En dat mensen zich daarin herkennen, dat toch wel enigszins mij maakt wie ik ben en enigszins uniek maakt op Instagram. Met mijn stoornis, autisme, wil ik laten zien dat ik het ook nog steeds gewoon goed kan maken. Ook al begin je heel erg slecht, dat je dan wel gewoon die skills kan ontwikkelen en later een professionele artiest kan worden. Ik laat liever zien wie ik ben en ik hoop dat ze een beetje vertrouwen geeft in dat ze zelf ook iets kunnen bereiken.